Goedemiddag allemaal. We zijn nu weer even aan het wildprikken. En dit zou een appeltje worden. Dus wat je doet voor het begin te maken, je pakt zo klein beetje meer en dat draai je zo rond je vingers. Een kleiner appeltje of een groter appeltje, dat speelt nu geen rol. Dus dit is wat je moet krijgen en dan moet je prikken, zodanig prikken dat je hier in het midden een gatje krijgt om zijn hoofdje erin te krijgen. Dus dat heb ik ook al gedaan. En dan heb je nu wat ze noemen de rotte plekjes in een appeltje. En dat is zo een beetje gebaseerd op de Metrushka-methode. Ik zal het dus even op foto laten zien. Deze is dus het appeltje. Maar nee, niet ja. Zo, hè. Ja, maar dat kan zo niet kunnen. Sorry. Dus deze, ziet u? En dan krijgt hij nog twee roze plekjes in zijn kaken. En dan, dat zijn de oogjes. Even zien waar ze zitten, want ze doen dat allemaal in één zakje. Hier zijn ze. Even de duim afdoen, maar dat is namelijk om uw vinger te beschermen, want die naalden, dat is dus met weerhaakjes. Mm-hmm. En als je echt in je vinger snijdt, dan... Komt niet goed. Dus nu gaan we twee oogjes nemen. We zullen al beginnen met eentje, want dat is allemaal zo klein gefriemel. Ik steek het nog eventjes vast op de Isimo. En dan ga ik eerst nog een beetje bijprikken. Dat is precies zo wat haar krijgt, maar het zijn eigenlijk... Een appeltje met rotte plekjes. Ik kan mijn vinger opsteken, mijn duim tenminste. Zo. En dan. Dat is de eerste keer dat ik dat doe. Ja. En dat gaat precies prima. Alleen dat je dan nog wel, dat is mooi, dat is leuk.
Dat je dat dan nog wat moet bijprikken. Dat is heel mooi. En het oogje er een klein beetje stelselmatig samen met het prikje. Ja, en dan komt dat vast. En dan komt dat vast te zitten. Dat is wel een heel rustgevende dingen eigenlijk. Ja, ja. Heel, heel, heel rustgevend. En dan heb je daar zo'n mooi doosje bij gekregen. Waar je in totaal 9 van die poppetjes. Er zijn kiwis bij, citroenen, ja. Ja, appelsintjes. En dan kun je die hierin plaatsen. Mm-hmm. En dan zou je die cadeau kunnen geven. Aan iemand. Ja. Wat ik persoonlijk een heel mooi cadeautje zou vinden, zie je eens. Hoe mooi ze zijn uitgewerkt. Dan heb je dat gewoon recht in een kastje zitten, in een buffetkastje of zo. Eens eventjes tonen. Ziet u? Ja. Je kunt dat natuurlijk, ik ga dat nu niet te diep steken. Maar dat krijg je er niet meer uit. Want dan, ja, het is dat, ik ben er nog aan het werken. Maar ik wil maar zeggen, zie eens wat mooi doosje dat erbij hoort. En zo heb ik ook nog een pakketje voor cakejes te maken. Ja, dus dat zal ik stelselmatig allemaal. Ziet je? Mm-hmm. Het zit er bijna helemaal in. Ja. Dat is heel leuk. Dan gaan we het tweede oogje pakken. Mm-hmm. En dan gaan we subiet die plekjes nog wat bijwerken, want die zijn nog niet naar mijn goesting. Natuurlijk, dat is dik, dat is helemaal opgevuld. Mm-hmm. En dat is dan niet zo evident om dat erin te krijgen. Maar je kan eerst eens een klein beetje. Prikken dat er het oogje in kan komen. Dat is al beter, denk ik. Die duim die moet uit, hè, want anders kan ik niet werken. Dat is het. Ja, stilletjes aan. Het is een heel, heel precisiewerk, ja. Mm-hmm. Als je daarmee begint. Ik zal u subiet eens de paddenstoelen laten zien die ik al gemaakt heb. Maar oh, zo mooi. Ik vind het echt een prachtige hobby. En ja, je prikt. Je kunt je stress eigenlijk een beetje kwijt. Mm. Oh, dat is echt mooi. Maar je moet ze er goed diep in prikken. En dat is bij deze. En je mag nooit schrikken als je naald nu breekt. Mm-hmm. Je ziet die naald als er nu een stukje afbreekt. Mm-hmm. Dat blijft daarin zitten. Ja. Maar je zou dan misschien bang hebben dat in je gezicht of zo terecht komt. Maar dat kan bijna niet gebeuren. Alleen bij mij is dat in ieder geval nog niet gebeurd. Het enige wat je moet doen is het stukje dat afgebroken is, eruit halen en dan samen en dan wikkelt je dat in een keukenrolletje, een stuk keukenrol. Dat ik zeg, als je dan iemand anders de vuilbak leegmaakt, dat ze er niet met hun handen in terechtkomen. Maar dat is te vaak niet,
in een vaatbak moest liggen huren. Nou, dat gebeurt niet minder, maar het is bij het vuil bijeen doen, hè. Ja, ja. Dat kan gebeuren, hè. Ziet je dat matroesje gezichtje tevoorschijn komen? Maar ik moet hier nog een beetje bruin bijwerken. Maar ik kan eerst de oogjes al prima erin werken. Ja, sorry, dat zijn wel een beetje lange video's. Daarmee had ik toch al iets van voorbereiding gedaan. Dus het rood van de appel en dan het wit, zijn gezichtje. En zo maakt u appelsientjes en kiwietjes en citroentjes bijna allemaal op deze manier. Ja, nu ga ik hier nog een beetje, dat ons appeltje wat ronder wordt. Ik ga eens eventjes drinken, excuseer. Die warme dagen. Zo. En dat hele pakket van viltwol, dat krijg je dus met die twee plannetjes. Hè? Worteltje kunt je ook maken. Je kan er heel veel mee doen. En hier staan ze dan allemaal op een rijtje als ze af zijn. Nou, sorry. Hier beneden. En dat is dan het doosje. Ziet u waar ze in zitten? En als het doosje nu... Als je niet genoeg erin geprikt hebt, je hebt er bijvoorbeeld maar, hier staan er 2, 4, 6. Dan heb je hier de vulling, dat je dat zo wat bij kunt werken, gelijk hier op de gebruiksaanwijzer staat. Mm-hmm. Dus de gebruiksaanwijzer is wel in het Chinees, dus je moet op foto werken. Want Hans kunt er niet uit. Nu gaan we nog een beetje oogjes. Je doet dat zo stelselmatig een beetje daar en een beetje daar. Nu gaan we nog een beetje bruin. En de wol, dat knippen we dus met zo'n schaartje. Omdat je dan de draden niet uiteentrekt. Met een gewoon schaartje trek je de draadjes uiteen. Mm-hmm. Dat is dus allemaal te verkrijgen op de website AliExpress. Mm-hmm. Eerst even mijn duim terug gaan doen. Zo. En ene keer als je ermee begint, dan kun je er niet meer mee stoppen, want het is zo, zo... Ik heb u de dinosaurus
ook stapsgewijs laten zien. Maar die is nog niet af, maar ik ga u wel nog tonen als hij af is. Stelselmatig ook nog wat bijwerken. Maar ik heb een beetje bang omdat de video's zo lang zijn. Verstaat u? En dan, ja, het maakt het wel interessant. En dan heeft dat zo een snuitje van een patroeskijkje. Maar nee, dat vind ik, hè. Iedereen heeft zijn eigen fantasie, hè. En dan gaan we de roze kaakjes nog inbrengen. En hij krijgt ook nog een sterrentje op zijn hoofdje. Dat kan ik u hier laten zien. Maar dat ga ik dan eerst al een beetje voorbereiden. Want dat is natuurlijk ook weer veel werk. Maar die roze kaakjes, die kan ik nu nog eventjes laten zien. En daar heb je maar, dat is zelfs al te veel. Zou ik zeggen, een heel klein beetje van nodig. Want het gezichtje is ook maar heel klein, hè? Ja. Dus. Zo. En dan wordt dat, als u daar blijft aan werken, echt een prachtig appeltje. Ogen zit er nog niet diep genoeg in, maar dat is nu omdat ik zijn kaakjes aan het geven zijn. Zo, en dan het tweede kaakje. En zo'n kussentjes. Dat kun je dus ook allemaal bestellen. En als je van die poppetjes bestelt, gelijk dit nu, maar ik heb nog vogeltjes besteld, papegaaitjes, rendieren, noem maar op. En dan krijgt u daar altijd zo'n kussen bij, zo'n wit kussen, en er zitten 3 naalden in. Hier opzij ingestoken. Ja. Dus, in geval je een naald breekt, is er nog niks gebeurd, want je hebt er 3... Je hebt 3 kansen. Verschillende, ja. Je hebt 3 verschillende naalden. Boken weg, maar als ik in je neusje steek, zal het niet aankomen. Ik heb deze nu een klein beetje hoger kunnen steken. Want er moet nog een mondje. Maar als je nog niet te diep geprikt hebt, is dat nog mogelijk. Ja, oké. Dus die zijn we goed bezig. Je prikt dat er schoon in. Deze oogje komt weer een klein beetje los.
Maar ene keer als dat in dat doosje zit, ja. Het is niet dat je er moet mee blijven. Nee. En dan nog een klein tipje roos voor zijn mondje. En dan ga ik voorlopig het videootje afsluiten. Dan ga ik het sterretje maken. En dan straks wordt het vervolgd. En dan straks, ja, tegen van de avond dan, in de late avond, zal het af zijn. Je kunt er eventueel aan de achterzijde nog wat witte bolletjes in prikken. Ja. Maar dan doe je eerst het sterretje. Je kunt er altijd nog naar eigen smaak bij. Deze moet ik nog wat bijwerken. Ziet u? En dan komt straks een sterretje nog op zijn hoofdje. En ik zeg het, dan kunt u eventueel, dat laten ze hier ook zien, nog een paar witte stipjes plaatsen. Mm-hmm. Dus, en dat is heel veel wol dat u krijgt. Daar kunt u heel veel appeltjes met maken, want... Op de verpakking laten ze natuurlijk maar één zien. Maar het is echt veel. Maar je krijgt echt veel, heel veel. Mm-hmm. Zie je? Ja. Haar mooie mondje. En haar roze kaakjes. En dan ga ik dat nog een beetje mooier prikken. Dat het appeltje nog meer rond wordt. En dat zul ik je dan straks laten zien in de late avond. Dus beste kijkers, allemaal nog een prettige zondagmiddag en tot straks. Dag!